Op het einde van deze les zal ik mij even kwetsbaar opstellen. Jullie mogen mij beoordelen. Ik heb mezelf laten beoordelen door mijn leerlingen aan de hand van een checklist die ik opgesteld had, met een puntje of 15. Je hebt er nu nog 10 minuutjes voor om dit in te vullen. En uiteindelijk, daarna, toen ik de resultaten aan het bekijken was, ben ik wel geschrokken. Ik dacht dat ik het allemaal wel wist eigenlijk, maar ik heb er toch wel wat zaken uitgehaald. In die zin dat sommige van mijn opmerkingen, omdat ik een redelijk rechtstreekse manier van communiceren heb, een beetje kwetsend kunnen overkomen soms. De manier waarop je denkt dat je overkomt, is niet altijd de manier waarop dat je eigenlijk effectief overkomt bij de leerlingen of in de klasgroep. En dat is wel iets wat ik ga meenemen naar de toekomst ook. Als ik een nieuwe klasgroep krijg, mij van het schooljaar die echt te leren kennen, door eigenlijk een formulier te laten invullen en hem dan eigenlijk te laten reflecteren over hoe zij over me denken. Zo kan ik een beter zicht krijgen over de klasgroep en wat erin leeft. Voor sfeer en gezelligheid is dat een welverdiende 9 op 10.